Ja, de top 5. Nou moet ik bekennen dat ik hem niet goed had voorbereid. Want ik was hem even vergeten dat ik hem moest doen inderdaad. Dus ik heb hem net vluchtig heb ik hem bedacht. Ik ben heel benieuwd. Ja. Ik ga het nog twee keer zeggen. Vandaag dan, dat ik net terug ben van vakantie. En dan in een item, wat heeft Dennis gespeeld op zijn vakantie. Ja. De top 5 dieren die ik heb gezien vanuit mijn tent. Maar dat kunnen er niet heel veel zijn, denk ik. Nee. Het waren er best wel veel. Ja. En ik heb echt dieren gezien die ik normaal niet zie. Okay. Op nummer 5, een hele grote hond. Er was een buurvrouw en die had, die stond wel heel veel plekken verder. Die had een hele grote hond. Ja, dit is eigenlijk een village, hoor, nummer 5. Ja, okay. En die had een hele grote hond en die kwam af en toe hallo zeggen. Dat is nummer 5. Maar die hond ook? Die hond kwam hallo zeggen, ja. En het was irritant, blafte, jongen, heel de godgangs tijd. Maar dat kwam omdat er heel veel dieren waren. Ja. Maar was het echt zo'n koe, zo'n grote? Het was echt zo'n genoe, ja. Dat had nog net geen horens, maar... Nee, dus als die staat, die twee keer ja, zo groot. Ja, en echt zo'n blaf. En ik dacht eerst dat er een monster woonde naast, maar dat was een hond. Ja, cool. Dat was okay. Nummer 5. Oké, okay, nummer 4. Heel veel konijnen. En dan denk je van, nou ja, dat is niet heel interessant. Dat is best wel interessant, want die gingen gewoon niet weg als je de tent uit ging om te pissen. Niet? Nee, dan bleven ze gewoon zitten zo. Hey, wat is dat nou? Een gast met een zaklantaarn. En dan ga je erheen, zaklampen. En dan blijven ze gewoon zitten. Gewoon helemaal versteend gewoon. Ja, maar dan ging ik teruglopen en zaten ze nog steeds zo. En ik vond dat best wel grappig. Dus waren het echte konijnen? Het waren echte konijnen. Okay, ja. Het waren geen hazen, nee, het waren konijnen. Okay, best wel veel. Okay. Maar het konijn helpt met ze heel veel, want die doen het de hele dag met elkaar. Nummer 3. Een mol. Ja. Ja, we waren ontbijten en toen kwam er een mol naar boven zo. Maar je hebt hem ook echt gezien? Ja. Normaal is inderdaad, zie je alleen maar... Ja, die zag de grond zo op een gegeven moment zo... En weer naar beneden. Echt zo, hé, dat was een mol. Vreed. Hebben we gezien, en op dat vakantie. Dat is ja. Vreed. Ja. Dus dat was... we zagen hem serieus al een kwartier lang gewoon zo... Brrr, brrr. Zag je hem zo, waar hij allemaal heen ging. En op een gegeven moment, brrr, zag je die klauwtjes zo. Ja, precies. Dat was de mol. Ja. 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 Nummer 3, of 2. Twee, hè. Een eekhoorn. Met een hele lange staart, een pluizige staart. En dat was een bruine eekhoorn. We hebben er maar eentje gezien, hoor. Eentje, hoor? Ja, die kwam zo aan en zo. Prrrp. Toen keek hij zo. Het ging omhoog zo. Prrrp. Zat hij bij jou in de buurt aan de boom daar? Of ja, ja, hij woonde daar blijkbaar. Dus dat was een eekhoorn. Altijd grappig om die van dichtbij te zien. Ik heb ook een heel raar dier gezien laatst. En laat hij als bonus houden. Laat hij als bonus houden. Als bonus ja, houden. Dan gaan we eerst naar nummer 1 was paniek in de tent. Want we waren aan het slapen en toen was er herrie voor de tent. In onze vuilniszak. Oh, das. Ja, dus toen ging ik pissen en het rende hard weg, maar het was groot. Een beer. Dus ik dacht, fuck, wat was het, jongen? En ik dacht, een vosje of zo, ik weet niet wat het was. Maar toen kwam ik terug en toen was het een egel. Egel? Zo'n dikke egel. Zo'n grote? Zo, en die zat aan de sperrenbotjes te eten van de barbecue, inderdaad. Zulke en toen zag hij mij, toen dacht hij van, oh, ik ga weg. Toen ging hij heel langzaam. Hij ging ook zo weg, zo van, misschien ziet hij mij niet. Ik had die zaklamp op en ging zo langs de zijkant, zo liet hij weg. Dus dat was het bijzonderste dier wat ik had gezien. Maar hij is niet op gaan rollen. Meestal rollen ze zich meteen op. Nee, ja, hij liep gewoon heel rustig weg. Zo van, als ik heel rustig wegloop, dan komt het wel goed. En het kwam ook goed, hoor. Okay. Ik ben niet achteraan gerend of zo. Nee, precies. Dus dat was mijn top 5. Ja. Maar bij jou is er iets heel bijzonders. Nou, je had het over een eekhoorn. Ik was vorig weekend aan het met mijn vriendin met de auto. En we reden op een beetje afgelegen stukje. Ja, en waar reden jullie? Het was ergens... Het was niet in Namibië of zo? Nee. Okay. Het was gewoon buitenkant Utrecht. Wel een beetje aan de kant van het bos. En ineens er zat iets op de weg. Dus ik rijd er langs en we kijken elkaar aan. Wat was dat? Het leek gewoon een aap. Het leek alsof er een aap langs de weg zat. Er zat een aap langs de weg. Ja, wij dachten, nou, het zal vast wel een grote eekhoorn zijn geweest. Maar hij had niet zo'n staart. Het was echt... Hoe groot was het ding? Het was zo. Zo. En het zat ook zo met de poten tussen de benen zo. Dus het was ook geen kat. Keek het je aan, het had gewoon een platte... Nee, het zat langs naar de kant van de weg te kijken. Het was zo raar. Ik zweer het je, het was een aap. Waarom ben je niet gestopt? Ik had gestopt. Ja, we waren zo verbaasd dat we gewoon maar doorgingen. Ja, ik weet niet. Ja, maar dan ga je stoppen meer op de weg. Ja, was niet een provinciaal weggetje of zo? Maar we konden niet echt langs... Oh. Het was niet echt een... Apenjacht. Het is echt zo raar. Ik zweer het je. Een aap. Was een aap. Dat is wel bijzonder dan ik heb gezien. Ik heb een aap gezien, ja. Zeker in de omgeving van Utrecht. Ja. Goed, dat was deze... bijzondere top 5. Ja, voor onszelf makkelijk gemaakt top 5. Yes. Nou goed, na deze fantastische top 5 dit weekend op GameKings.tv. Ja. Sniper Elite 3, de review. Ja. De PC-review, interview met Monique Simons. Ja.
Over serious gaming. Ja, maar wat weet zij ervan dan? Zij is een bewegingsexpert, bewegingswetenschapper. En zij werkt zelf samen met heel veel studio's die serious games maken, ja? Om ter bevordering van beweging. En zij is er ook voor in Amerika geweest. En dus een expert. Interessant. Gebied. Ja. Hey, daarna zijn Skate en ik bezig geweest met Killzone Shadowfall Intercept. En, dat is die co-op DLC, toch? Ja, dat is die co-op DLC. Die is er eindelijk uit. Ja. En wat heeft Dennis tijdens zijn vakantie gespeeld? Een nieuw item. Dit gaan we ook vaker doen, hoor. Dus dat doen we volgende week met Boris. En over twee weken met Jelle. Ja. En jij gaat ook op vakantie, geloof ik. Ja, maar september. Dus dat kunnen we dan ook nog doen. Ook wel. Dit is iets wat voor altijd erin gaat blijven. Tof. Ja. Dus dat allemaal dit weekend. Als je buiten binnen bent, want het kan zijn dat het heel lekker weer wordt. Ja, zaterdag wordt volgens mij mooi en dan gaat daarna gaat het helemaal fout, s'avonds. Oh. En zondag, ja. Ik denk dat heel veel mensen ook de beta van Destiny gaan spelen. Ik ook. Houdoe.